De concertserie Holland zingt Hazes staat op het punt van beginnen, maar is nog niet uitverkocht. Men associeert Hazes anno 2023 immers vooral met gedoe. Met negativiteit. Het is ook redelijk hetzelfde clubje elk jaar wat ze vragen en waar ze het mee vol proberen te krijgen, zegt showkenner Bart Ettekoven in shownieuws. Dit jaar is dat niet gelukt. Tooske Ragas, presentatrice van het programma, merkt dat mensen gewoon helemaal klaar zijn met de hazesjes. Als ik daarop mag inhaken, in mijn omgeving merk ik een beetje dat mensen een beetje. Bart, hazes moe zijn. Tooske, ja, dat is misschien wel het woord. Bart, we moeten concluderen dat er toch een soort sluier om deze eigenlijk heel vrolijke avonden heen hangt door al die rechtszaken en mot die er in die familie is. Hazes evenementen zijn gewoon niet meer leuk, vindt Bart. We kunnen natuurlijk allemaal net doen alsof het gezellig is zo'n avond, maar op een of andere manier. We weten allemaal dat André en zijn moeder heel slecht contact hebben. Die gaan daar toch een confrontatie hebben. Sterker nog, die confrontatie hadden ze nu al, alleen wij waren daar niet bij. Als je aan Hazes denkt, denk je tegenwoordig niet meer aan muziek, maar aan schandalen. Er heerst een heel negatief sentiment, zeker rond Ragel Hazes. Uit alle polls die je erover ziet, zie je dat men toch heel erg de kant van Roxanne kiest. Op het moment dat je kaartjes koopt voor dat concert, weet je wel dat de kassa weer rinkelt bij Ragel. Holland zingt Hazes hield gisteren een persevenement. Bart, Ragel was er, André was er, maar die waren voor de pers niet beschikbaar voor commentaar of vragen. Dit was de persdag en dan zijn de twee hazes mensen niet beschikbaar voor de pers. Belachelijk, vindt Tooske, ik vind het wel raar dat als je een persdag hebt, dat dan de beide hazes ze niet te spreken zijn. Bart, en ook de vaste enker van de avond, Jeroen van der Boom, was niet beschikbaar. Die voelde natuurlijk ook de bui wel hangen en wist welke kant de vragen op zouden gaan. Ronald Molendijk, dat is precies waar voor mij dan de schoen wringt. Dat je het hazes noemt en de hazes er niet zijn, ga daar gewoon staan. Ik ben geen fan van ragel hazes, maar ga er gewoon staan, maar dit, Jezus Christus, why.